Hallo allemaal, vandaag is het, vandaag niet, van de week, maandag, afgelopen maandag was het Labor Day. Dat is, wordt gevierd in Amerika en in Canada. En dat is eigenlijk de dag van de arbeider. Dag van de arbeid. Wat ga je daar nou bij tekenen? Nou, vaak wordt dat uitgebeeld met handen met gereedschap vast. En dat gereedschap. Laten we het gereedschap nou eens gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag ga ik met jullie gereedschap tekenen. Nou, gereedschap. Ik moet wel gelijk denken aan Bob de Bouwer. Ja, kunnen wij het maken? Ja, zeker, wij kunnen het maken. Laten we beginnen met een zaag. Eigenlijk niet zo heel moeilijk. Tandjes van de zaag. Het is trouwens wel een hele grove zaag dit. Zo. Nou, ik vind dit wel een mooie zaag zo. Een beetje schaduw eraan geven. Lijntje zo. Nou, ik vind dit best wel een aardige zaag, al zeg ik het zelf. We kunnen nog meer tekenen. Een schroevendraaier. Zo. Dan ga ik een schaduwrandje langs doen. En natuurlijk de kop van die schroevendraaier. Zo. En hier weer zo'n breder stuk aan. Nou, ik vind het best een aardige schroevendraaier, dan zeg ik het zelf. Een schroevendraaier. Wat hebben we nog meer? Een hamer. Ja, laten we dat nog eens een keer proberen. Een klauwhamer. Hier stil natuurlijk aan. Zo. Ietsjes omhoog gaan met het papier. Ik zit weer echt tot op de randjes van mijn papier te werken. Naar de klauwhamer. Wat heb je nog meer voor gereedschap? Er bestaat natuurlijk heel veel verschillende soorten gereedschappen. Kunnen we nog een tang doen? Een bel zou je ook nog kunnen doen. Een bako, dat vind ik dan wel weer leuk om te tekenen. Hoe ziet zo'n bako er dan uit? Nou, dat is... Ik begin al eventjes met het... wieltje wat je moet ronddraaien om dat ding te verstellen. Zo, die zit dan een beetje opgesloten in de tang. En dan... dit is zeg maar de tang. En met dat wieltje verplaats je eigenlijk de andere bek. Zo. Een beetje driedimensionaal zo. Nou, dit is dan hier dan misschien nog een oogje om hem op te hangen, te kunnen hangen. Hier zit dus inderdaad een wieltje, een ding waarmee je deze omhoog en omlaag kan laten gaan, waardoor je iets kan vastklemmen. En soms staat hier ook nog een maat en duiding op.
Maar je kan dus helemaal open, helemaal dicht. En dat is weer handig. Dan heb je geen steeksleutels nodig. Want deze kan je dus in alle maten verstellen. Goed, ga zelf aan de slag. Kijk eens wat voor gereedschap je thuis hebt. En probeer dat eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.